kunnen onze bruiloft vieren. Van naar de stal, dat is goed, ja. Jongen, dit is toch een paardenstal? Ja, kijk eens mee. Ga je erin hebben op deze lege voederbak zitten. Dames en heren, in deze lege paardenstal treed ik vandaag in het huwelijk met juffrouw Polly Pietje, die mij uit liefde gevolgd is om de rest van haar leven met mij te delen. Het is volslagen zinloos om je af te vragen of juffrouw gaat om het geld of om de liefde. Het mooiste is dat samenvalt. Het meest opwindende aan een vrouw is haar geld. Ik zou haar natuurlijk ook zonder geld begeren, maar misschien met iets minder hartstocht. Zo, dus ons nachtegaaltje is het sletje van een crimineel geworden. Mooi is dat, leuk is dat. Ja, Polly, als je al zo nodig achter ons terug om moet trouwen, waarom dan uitgerekend met een dief en een moordenaar? Daar ga je nog spijt van krijgen. Dus ze is echt getrouwd? Ja, gisteravond, notabene. Notabene? Notabene gisteravond. Gisteravond met die burger. Exact, die kamer. Met die kamer, die burger, ja. Met die, met die burger, niet te groot. Niet te groot, dat gaat toch wel werken, dat gaat toch, je verstand te brengen. Ongehoord, hondsbrutaal van die kerel. Als ik mijn dochter, mijn enig kind. Enig kind. Enig kind. Mijn oogappeltje. Voor de dorst. Een spaarbosje van later. Zomaar voor niks laat gaan, dan stort mijn hele handeling. Is er geen hond meer die blijft? Zijn we volgend jaar failliet? Ja, Polly, wat denk je eigenlijk al niet? Hm? Is dit nou de dank voor alles wat ze voor jou gedaan hebben? Alles wat ze voor jou gedaan hebben? Jonathan, dat gaan we helemaal mis. Ik zie het allemaal sterren. Sterren, wat je je vader aan doet? Getrouwd? Ben jij werkelijk getrouwd? Pijn. Jongen. Ik bedoel, wat doe je als ander? Je hangt ze vol. En dit sieraadje, armbandje, halszettingje, jurkje aan, konijnenbordje om je heen komt. En als dat eenmaal zoveel gekost heeft als een heel zeiljacht, dan ga jij er vandoor met de eerste beste patjepeer.